Als Renault met een nieuwe RS komt, dan hebben ze gelijk mijn aandacht hoor. Want RS staat voor Renault Sport. En dat is de raceafdeling van Renault. Renault doet al jarenlang mee in allerlei raceklassen. Hebben bijvoorbeeld ook een eigen Clio Cup. Ze hebben een Megane Trophy. En over Megane gesproken, dit is dus de nieuwe Megane RS. Bruut voor een auto. 280 pk, 390 Nm. En kijk hem eens even dik op zijn wielen staan. Finishvlag, vormgeving voor de lampen. Uitgeklopte wielkasten die echt gewoon helemaal mee zijn genomen in de koetsen. 19 inch wielen om die enorme Brembo's en schijven erin te krijgen. Hij is er vanaf 42 mil en het leuke is, je hebt de neiging om dit soort auto's te gaan vergelijken met GTI's. Dat klopt ook wel aardig, alleen er is geen één GTI die je kan krijgen met drie verschillende onderstellen. Er is bij deze auto niet alleen een automaat beschikbaar, maar ook een handbak. En dat is echt een beetje aan het uitsterven. Kortom, het is wel een heel speciale auto hoor. En hier aan de achterkant een diffuser, kijk. En die zorgt ervoor dat de lucht snel onder de auto vandaan komt, zodat die op de weg wordt gedrukt en je veel meer grip hebt. Verder heeft hij, en dat is uniek, vierwielbesturing. Heel apart. Nou, wat moet dit dan allemaal kosten? Jezelf eigenlijk wel praten, Wisse? 280 pk, vierwielbesturing. Zo zijn dit soort auto's toch van oorsprong nooit helemaal bedoeld geweest? Ze waren gemaakt om lol te trappen, niet om topsport te bedrijven. De grondlegger van het genre stelt nu orde op zaken. Volkswagen keert met deze Up GTI terug naar de basis. Een betaalbaar scheurijzer dat praktisch even goed nog bruikbaar is. Dit is hem dan, hè? De stamvader. Ja, gaven de Volkswagen Golf GTI. Oorspronkelijk uit 1976. Dit is een gefacelift model, te herkennen aan de grotere achterlichten uit 1981. Weet je wat zo leuk is, Frank? Deze auto is altijd in dezelfde familie gebleven. Die hebben die auto nog steeds. Die hebben hem nieuw gekocht destijds voor, wat was het ook alweer? 9000 euro, dacht ik. Dat was het. Niet te geloven, dat moet je nagaan. Bizar. Dat deed Volkswagen in die tijd wel iets gewaagds. Hè? Want ja, je moet je voorstellen, de linker rijstrook op de autobaan was toen voorbehouden aan zakenlimousines en sportwagens. En plotseling was daar een gezinshatchback die daar zo tussendoor reed. Hè? Ja, precies. En hadden ze daar drie verschillende onderstellen voor nodig, Gert? Nee hè, dacht het niet. 110 pk, vier versnellingen en een paar rode accenten waren meer dan genoeg. Om in de door de oliecrisis geplaagde jaren 70 een potente Golf te mogen maken, moest het ontwikkelingsteam gewiekst te werk gaan. Om de ontwikkelingskosten laag te houden, moest de GTI grotendeels van bestaande onderdelen gefabriceerd kunnen worden. In een poging hun superieuren van de noodzaak van een dergelijk model te overtuigen, manipuleerden de ingenieurs een aantal klantonderzoeken, zodat er daadwerkelijk vraag naar het model leek. Een gewaagde gok, maar wel eentje die zich uitbetaalde. In plaats van de geschatte 5000 exemplaren verkocht Volkswagen bijna 500.000 stuks van de oer GTI. Ja, die Puma die heeft een oude ziel. We zijn natuurlijk al 40 jaar verder, hè? En wat die Golf GTI betreft, ja, ik zal niet zeggen dat ze bij Volkswagen hebben liggen slapen, maar ze zijn met die GTI toch een kant op gegaan. Ja, hij is allemaal, het is een alleskunner geworden. Hè? Hij is heel goed. Maar hij is misschien wat te zacht. Zeggen ze van die laatste GTI dat dat best wel weer hardcore is? Nee, dit is hardcore. Moet je kijken. Dit is wat je wil. Instant reacties. Van die motor, van die bak, van die besturing. Hij is ontzettend direct in de besturing. Dit is toch superleuk? Die gaat maar sneller verkloppen. Voordat Frank mij onderbrak wilde ik vertellen over de vierwielbesturing waarmee deze Megane RS is uitgerust. De achterwielen sturen dan mee tot een snelheid van 100 km per uur. Daardoor kun je later insturen en veel harder de bocht om. De grip van de RS is fenomenaal, maar als je de Fransman tot het uiterste drijft, dan kan hij soms een beetje vals reageren. Daar heb je het dus al. Vanwege al die moderne techniek is het bij hedendaagse hot hatches niet meer duidelijk waar de grenzen van zo'n auto nu eigenlijk liggen. Daar heb je met deze Up GTI in ieder geval geen last van, want het is een goud eerlijk ding. Hij communiceert met je door middel van onderstuur, piepende bandjes en de nodige carrosseriebewegingen. En omdat hij veel minder vermogen heeft dan de Renault, kom je ook niet zo gauw in een gebied terecht waar het gevaarlijk wordt. De kleine Volkswagen heeft niet alleen zijn uiterlijk met de oorspronkelijke Golf GTI gemeen, de specificaties liggen ook dicht bij elkaar. Zo blijft het gewicht van beide auto's onder de 1000 kilogram. Leverde de stamvader 110 pk, de Up GTI is goed voor 115 stuks. De stadsauto peutert dat vermogen, inclusief 200 Nm koppel, uit een 1 liter 3-cilinder met turbo. Met een prijskaartje van net geen 20.000 euro is het de voordeligste zakraket die je in ons land nieuw kunt kopen. Hey, maar Frank, dus die oorspronkelijke Golf GTI, die had geen sportonderstel, maar dat upje van jou wel, toch?
Ja, ja, dikker stabilisatorstand, extra spoorbreedte, stevige vering, het hele pakketje. Ja. Dus je moet toch eigenlijk wel toegeven dat het wel goed is dat dit soort auto's een beetje wordt doorontwikkeld, hè? Toch? Nou, nee, want hij is nog steeds praktisch bruikbaar, ook al kun je er zo. Ja, maar deze is ook praktisch bruikbaar. Nee, man, die is helemaal niet praktisch bruikbaar. Ik heb hem een weekendje meegehad, vrouw en kind aan boord. Ja, ik... ja, vrouw en kind konden er dus mee. Ja, dat wel, maar ze klaagde steen en been, want hij was plankhard geveerd. Die besturing is heel nerveus. En die auto geeft zelfs in de comfortstand, want inderdaad, die zit er wel degelijk op, geeft hij de hele tijd een soort dotjes tussengas. Ja, je moet je handen gewoon... Dan sta je voor aardman bij het verkeer zich met de Maxi Cosi op de Je moet je handen stilhouden, dan is die besturing niet nerveus. En je moet hem inderdaad gewoon in de comfortstand zetten. Nou, ik zie het probleem niet. Deze up is echt niet feilloos. Nee, zeker niet. De zitpositie is slecht. Om iets te noemen, bestuur niet eens naar je toe halen. En ook deze auto heeft geluid uit de speakers van de radio. Ja, en maar hoeveel... toch zou ik hem altijd kiezen boven dat ding. Ja, hoeveel pk zat hij ook alweer? 115. 115? Mijn startmotor heeft bij wijze van spreken al meer pk's, man. Dit zijn toch specificaties van een speelgoedauto? Kom op, nou. Is dat meer dan genoeg? Nou, wij gaan hier dus niet uitkomen met z'n tweeën. En ik vermoed dat de discussie onder deze video ook nog wel even door zal gaan. En dan ben ik toch benieuwd waar onze kijkers de voorkeur naar geven. Ja, dat is wel leuk. De vooruitgang of de oorsprong?